Dit is een voorstelling die heet Kamp en die we gemaakt hebben in 2005. Wat we gedaan hebben is een maquette gemaakt gebaseerd op Auschwitz en Birkenau. En in die maquette laten we zien wat er gebeurde in dat kamp. Heel erg heftig, heel erg heftige voorstelling eigenlijk om te maken en om te zien ook, volgens mij. Ja. Nou, mijn grootvader is vermoord in Auschwitz. En ik ben gewoon altijd heel erg, ja, misschien morbide, maar ja, nieuwsgierig geweest naar ja, hoe hij is gestorven. En eigenlijk weten we dat niet. Maar ik ben wel als van kind of aan gefascineerd door Auschwitz. Het was zo'n naam, zo Auschwitz. Weet je, daar is hij verdwenen. Een maquette is op schaal. Dus je kan iets wat heel groot is, letterlijk in het klein wel heel goed laten zien. Wat we ook in theater doen, is dat we niet het verhaal van één persoon of twee of vijf of tien vertellen. Maar we kunnen verhalen van duizenden personages vertellen, of miljoenen zelfs. Gewoon simpelweg doordat de mensen zo klein zijn. We hebben hem ook heel erg veel in het buitenland gespeeld. Maar we hebben hem ook in Amerika gespeeld, in New York. Daar zijn we nog en dat is ook heel erg goed ontvangen. Dan moet ik kijken in de New York Times. Hele grote artikel over ons. Nou ja, en deze. Blijkt gewoon dat heel erg veel mensen, en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij om, willen zien wat daar gebeurd is. En ze kunnen het zich, dat horen we vaak als mensen de voorstelling gezien hebben, dan kunnen ze zich iets meer voorstellen bij het grote aantal. Want ja, 6 miljoen, wat is dat nou? Het is meer dan een abstract getal geworden.